kunst is om gewoon de mensen gewoon om er de tijd voor te nemen, om de weggebruikers, want die krijgen op de een of andere manier hebben die daar overlast van, want die willen allemaal met spoed van A naar B, want wij zijn een jachtige maatschappij geworden, dus die hebben er altijd in aanleg moeite mee dat ze moeten wachten. Maar als je de tijd voor neemt om even uit te leggen wat er aan de hand is, dan is dat gewoon ook even niet anders. En dan ga je gewoon uitleggen dat of ze nou hier stilstaan of 3 kilometer verderop, stilstaan doen ze toch, want er is gewoon toestemming verleend voor het houden van deze wedstrijd op de openbare weg. En daar heeft de burger zich, hoe vervelend dat misschien klinkt, gewoon aan te schikken. Er schieten nog heel veel uren in, want eerst moeten de etappes uitgezet worden. Ja, dan doen we gemiddeld, doen we daar elke etappe, die gaan we dus rijden. Uh-huh. En daarna wordt het nog een keer gereden. Dus dan ben je alleen aan de etappes, dan ben je al, ja, toch wel 10 zondagen ben je daar al mee bezig. Ja. Alleen niet daar al mee, hè? Ja. Kijk, en dan moet alles aangevraagd worden, net als de vergunningen en zo, daar ben ik heel veel mee bezig. Nou, dan ook met de verkeersregelaars, wat er allemaal gedaan moet gaan worden. Dus het is heel moeilijk in te schatten wat voor tijd dat je mee bezig bent, maar ik denk alles bij elkaar, toch wel een week of 4. Wij doen dit met 23 motorrijders en een bemande auto met een commandant en een chauffeur. Daarnaast zetten wij ongeveer, dat is een klein beetje afhankelijk van waar we zijn, ik denk van 12 rijdende verkeersregelaars in. En dan rijden, dan moet je verstaan dat ze niet in de wedstrijd zitten, maar die rijden gewoon van punt A naar B. Die doen of een obstakel beveiligen, dat kan een vluchtheuvel zijn of wat dan ook wij tegenwoordig in het verkeer aan obstakels zetten, want het kan van alles en nog wat zijn. Maar ze kunnen ook als, want dat zijn landelijk gecertificeerde verkeersregelaars, die kunnen ook op een kruising staan. Daar zet een van mijn mensen, die zet het verkeer stil en zij blijven de situatie handhaven totdat het peloton voorbij is. Je moet niet de illusie hebben dat je dat voor 100% kunt afdichten. Wij houden een wedstrijd gewoon in het openbare, zoals dat dan officieel heet, het publieke domein. Dat hebben wij niet helemaal vierkant afgezet met dranghekken. Daar kan dat gebeuren. Ik vind altijd de beste vergelijk is met de Tour de France. Dat is toch wel het evenement in de wereld op wielengebied. Ik weet toevallig hoe dat werkt. 2 uur van tevoren wordt de weg gewoon helemaal vierkant afgezet. Mm-hmm. En ook daar gebeuren nog wel eens het een en ander. Ik geloof dat dat allemaal wel bekend is. Er kan een hond oversteken of een mens kan oversteken. We hebben met mensen te maken en dat is nooit 100% te garanderen. Of we moeten er hekken van 3 meter hoog langs de weg gaan zetten, maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Als er een valpartij is, dan stoppen wij met onze mobilans, met de doktersauto, kijken wat de schade, de letsels zijn. En als het nodig is, komt de ambulance oprijden voor de verdere behandeling. En we proberen daarmee zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk optimale zorg op straat te leveren. Zodanig dat de renner goed geholpen is en ook zodanig dat de wielerkoers door kan gaan. Zoals gisteren, dan gaat het toch mis in de proloog waar je eigenlijk niets aan kan doen. Maar nee, hoe frustrerend is dat? Ja, frustrerend. Dat is natuurlijk heel jammer. Dat gebeurt zeker met zo'n brand. Ja, dat is gewoon overmacht. Maar dan moet je toch proberen om rust te bouwen. Want stel dat je zeg maar in paniek raakt. Ja, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Maar er zijn gewoon vervelende incidenten. En dat kan altijd gebeuren. Kijk, net als met zo'n val ook. Ja, dat is heel vervelend. En gelukkig is dat goed afgelopen. Hè, want die renner gaat vandaag toch weer van start. Maar dat zijn heel vervelende dingen. En ja, daar kun je niks aan doen natuurlijk. Hè.